ik ook helpen duwen? Nou, jij bent er nou toch. Ik ben nog geen 3 seconden binnen of ik even wil helpen. Waar moet hij heen? Patrick, staan bij jou in de zaak. Nou, ik doe het samen met mijn vader. Hij gaat er dit jaar mee stoppen en dan ga ik het overnemen. Ja, nou heb ik begrepen, meneer. Hij is eigenlijk pas volgend jaar de baas. Ja, hij is volgend jaar. Maar u heeft het hoe lang gedaan? Vanaf 1935. Nou, dan weet je, als je hier mensen binnen ziet komen, wat ze in huis moeten hebben om een goede monteur te zijn. Want daar heb je er veel van komen zien gaan. Wat maakt nou een goede monteur? Passie. Ja, dat is keyword. Dat is het enige. Iemand hoeft niet te sleutelen, maar als hij een passie heeft voor auto's. Ja, dan leert hij het vanzelf. Waarom ben jij nou ooit monteur geworden? Vanaf kleins af aan vond ik autotechniek al heel mooi eigenlijk. Autogek? Ja. Ja, zo kan je het wel noemen. En hoe ben je daarmee begonnen dan? Hier ben ik via een stageplek terechtgekomen en toen kon ik hier blijven werken. Wat maakt dit werk nou zo mooi? Allerlei merken auto's, allerlei verschillende soorten klussen. Auto's met grote 8-cilindermotoren erin, dat vind ik ook mooi. Dus jij zou niet bij een dealergarage willen werken? Nee, liever niet. Nee. Bij een dealer is het meer een vervangingsmarkt. Hè? Het zijn allemaal jongens die al vaak stage lopen bij een garage en die krijgen dan ineens te zien van hey, zo moet je een motor reviseren. En dat ja, soort dingen. Is dat wat jullie vooral doen, reviseren? In principe zijn we een universeel garagebedrijf. En daarnaast hebben we een autosporttak, zeg maar. We tunen, niet uiterlijke tuning, maar wel motorische, motortuning en uitlaat. Wat hebben we hier? Dit is een Lamborghini of niet? Ja, Lamborghini. We hebben hier 2 superchargers op geknutseld. En die blaast gewoon lucht in de motor. Hè. Dan kan je ook meer benzine inspuiten. Dus dan heb je een sterkere verbranding. Kanonnen. Leuk, hè? Dat is wel leuk, ja. Twee superchargers, ja. 2 blowers opgezet. 2 blowers opgezet. De standaard toestel is rond de 280. En we hebben op de rollerbank, op de rolling road, hebben we 360 gehaald. En vindt de rollerbank dat leuk? Nee. Maar wat doet nou die rollerbank? Nou, dat zal Patrick je wel uitleggen. Nou, dan ga ik naar Patrick. Je hebt hem echt op 4 punten gewoon met hele brede spanbanden vastgezet nou, hè? Ja, nou dan laat je hem eigenlijk even een beetje op temperatuur komen, de motor. Op het moment dat je denkt, van nou, nu kunnen we gas geven, dan gaan we gas geven. Nou, test je dus de acceleraties. Hoe snel trekt hij op? Ja, hoe snel trekt hij op? En daar trekt hij dan een grafiek van. Kun je dan zo op de computer zien? Ja, gaan we even kijken. Ja. Nou, dan heb ik hier een grafiekje gemaakt met snelheid. Hebben we net 180 km per uur gereden? In z'n 4 kan je 180 km per uur. En dan zie je hier het vermogen in horsepower staat er dan, dus pk'tjes. En zo kun je ook een relatie met de koppel. En dat is voor de studenten onder ons. Er zit een relatie tussen het vermogen en de koppel. Zullen we weten wat dat is? Ja, dan... Hier komen we werken. Hier komen we werken.